Het ontstaan van de nachtwacht begint niet bij een plan van Rembrandt zelf, maar bij de wens van een opdrachtgever. Er was een groepsportret nodig voor de Kloveniersdoelen, het verenigingsgebouw van een Amsterdamse schutterij, een soort burgerwacht. Rond 1640 kreeg Rembrandt de opdracht. Hij werkte er 2 jaar aan. En zo ontstond het schilderij dat onder de naam Nachtwacht beroemd zou worden. De traditie van het schutterstuk was al oud. Maar vroeger werden de schutters in rijtjes boven elkaar gezet. Geleidelijk werden ze wat losser gegroepeerd. Maar het schilderij was toch weinig meer dan een verzameling afzonderlijke portretten. Dit zien we nog in een schutterstuk uit hetzelfde jaar waarin Rembrandt zijn nachtwacht voltooide. De hoofden van de schutters staan hier nog keurig op een rijtje, maar Rembrandt wilde dat anders. Rembrandt wou veel meer, dat is heel duidelijk. En dat is eigenlijk altijd in zijn werk. Hij wou dat de figuren in de ruimte geplaatst werden, zodat je veel figuren niet op een rijtje kreeg, maar vrij in de ruimte geplaatst. Die bewegelijkheid moest ook nog eens een keer ondergeschikt zijn aan één gebeurtenis. Eén wezigheid werd er genoemd. En het is vreemd natuurlijk dat deze chaos tegelijkertijd gezien werd als een eenheid. En de eenheid is dat al deze figuren, die hier nog in volle beweging zijn, zich heel spoedig zullen gaan formeren tot een stoet. Wat Rembrandt natuurlijk ook wou, was dat het schilderij net echt was. En een teken dat hij dat wou, kun je hier aan zien. Dit wapen hier, wat hier zo uitsteekt, dat werpt een schaduw. En die schaduw is hier beneden. En dat betekent dat als dit zijn schaduw daar werpt, dat dit in de ruimte steekt. Als het ware door het doek heen in de ruimte komt waar ik als kijker sta te kijken. En daarmee had hij dus het doel van de totale illusie die hij nastreefde bereikt. Dat soort visioenen moet hij voor zich gehad hebben. Maar de opdrachtgevers hadden ook bepaalde ideeën. Die wouden natuurlijk om te beginnen dat ze geportretteerd werden. En je ziet hier dus een aantal van die figuren duidelijk als geportretteerden aangegeven. En anderen, zoals dat meisje hier, zoals dat jongetje, zoals bepaalde figuren in de achtergrond, zijn een soort van figuranten die het zaakje vullen. In die chaos van door elkaar krioelende figuren zit toch orde. Heel bijzonder eigenlijk, meer dan bij andere schutterstukken. Er zitten een soort symbolen in, maar Rembrandt had er een hekel aan om hele nadrukkelijke symbolen te gebruiken. Hij verstopte ze op een bepaalde manier aan het schilderij. En dit is één van die symbolen. Hier heb je een meisje met die kip, waarvan je eigenlijk voornamelijk die poten en een beetje van de veren ziet. En die klauwen steken omhoog. Dat verwijst naar het wapen van de kloveniers. Want die schutters die met deze geweren schoten, heten kloveniers. Vervolgens is het volgende symbool dat de schaduw van de hand van de kapitein, die valt hier op de jas van de luitenant. En tussen de duim en de wijsvinger is een leeuw te zien die een wapenschild vasthoudt. En dat wapenschild, daar staan 3 kruisjes op, dat is het Amsterdam. En je zou dus kunnen zeggen, hier staat wij, de kloveniers, beschermen de stad Amsterdam. Dat is 1 laag van de betekenis. Maar er is een andere laag in de betekenis en dat is dat je 3 schutters bezig ziet. De een is aan het laden, hier is haast niet zichtbaar een schutter aan het schieten. En hier zie je iemand bezig die het mechaniek schoon aan het maken is. En we weten dat dat de wapenhandelingen werden genoemd. Er was een serie prenten gemaakt door een kunstenaar voor prins Maurits, waarin de exercitie van soldaten werd vastgelegd. En de exercitie van dit soort schutters was laden, afschieten en het mechaniek weer schoonmaken. Hoe belangrijk die wapenhandelingen waren voor de opdrachtgever, kun je hieraan zien. Deze man had oorspronkelijk bredere schouders. Je ziet hier ook nog een strook roze lopen. Die schouder is een beetje naar links geschoven om plaats te maken voor dit prachtige stukje mechaniek wat schoongeblazen wordt. En dat moest er per se op en dus moest Ruitenburg in het laatste stadium moest hij een stuk van zijn schouder opofferen om dat te laten zien. Wat je natuurlijk afvraagt is, wat voor voorbereiding heeft Rembrandt eigenlijk getroffen? Hoe ging dat nou? Heeft hij eindeloos tekeningen gemaakt en schetsen en die overgebracht op het linnen? Je moet je dus voorstellen, er was een enorm stuk
leeg linnen. En dat moest vol. Hoe ging dat? En we vermoeden dat hij met dat idee wat hij meteen in het begin had, dat hij voor dat lege stuk linnen ging staan en begon. De nachtwacht is, dat moet vooraf gezegd worden, niet meer wat hij was. Hij was ooit groter. U ziet hier een reconstructie van het schilderij. Daarbij was een goed bewaarde oude kopie van groot nut. Professor Ernst van de Wetering, hoofd van het Rembrandt Research Project, heeft een duidelijk idee over de manier waarop Rembrandt te werk ging bij het realiseren van zijn innerlijke voorstelling. Van de Wetering, die behalve kunsthistoricus ook schilder is, laat zien hoe Rembrandts werkwijze waarschijnlijk verliep. Daarbij baseert hij zich op schildertechnisch onderzoek dat hij met andere specialisten aan de nachtwacht en andere schilderijen van Rembrandt heeft uitgevoerd. Rembrandt begon met donkere, soms lichte waterverf een globale schets te maken. Met dunne, donkere olieverf werkte hij daarna stap voor stap verder. De delen die onbedekt bleven waren voorlopig de lichtste partijen van het schilderij. Zo tekende de verdeling van de figuren in de ruimte zich steeds duidelijker af. Voor Rembrandt was het spel tussen grote licht- en schaduwpartijen het belangrijkste middel om tot een overzichtelijke compositie te komen. Vervolgens begon hij het schilderij van achteren naar voren af te maken. Eerst werd de donkere achtergrond uitgewerkt. Daarna de achterste figuren en dan de figuren daarvoor. Als laatste schilderde hij de kapitein en de luitenant. Het verhaal van een nachtwacht stopt niet als Rembrandt klaar is met de opdracht. Na voltooiing heeft het bijna 100 jaar op dezelfde plaats gehangen, samen met andere groepsportretten in de grote zaal in de Doelen, waar de schutters bij elkaar kwamen. Vervolgens werd het echter naar het stadhuis verhuisd, waar het tussen een paar deuren geplaatst zou worden. Het bleek niet te passen. Je zou zeggen, dan hang je het toch ergens anders op. Maar men besloot om het passend te maken, door er van alle kanten stroken af te halen. De verkleining van het doek had ingrijpende gevolgen voor de ruimtelijkheid, eenheid en beweging die Rembrandt had nagestreefd. Ineens staan de kapitein en de luitenant midden voor. Ze struikelen zowat over de lijst omdat er een strook van de voorgrond ontbreekt. Dat effect ontstaat omdat de twee mannen naar ons toe lijken te lopen. Het gevolg is dramatisch. De natuurlijke beweging en de ruimte die daarvoor nodig was, was uit het schilderij gehaald. De drukte van de menigte was nu veel chaotischer dan Rembrandt het bedoeld had. Het is duidelijk, de nachtwacht is niet alleen een bijzonder schilderij, het kent ook vele verhalen. En al heeft het nog zo geleden, het blijft dé icoon van Rembrandt. Een uitzonderlijk gedurfd werk van een briljant schilder. Eén van de grootste schatten uit de kunstgeschiedenis.